Mensen, vandaag gaan we het hebben over een dier dat in Nederland voorkomt, alleen dit is de Afrikaanse variant. En we hebben gekocht in een dierenwinkel en dan gaan we nu erbij halen. Hij zit in deze grote bak. En dit is een, zoals ik al zei, een dier die ook voorkomt. En de larve die eet rot hout en deze zelf zit in composthopen. En ze eet dit een peer, kijk. Dan. Ze eet een peer. In de een neushoornkever. Mag je pak eens? Nee, niet zo pakken, dat is zielig. Nee, dat kan. Oké, terug naar. Maar ze zijn nachtdieren, dus we moeten hem niet te vaak pakken. En als je hem in huis hebt, heb je een paar tips. Leg een paar stenen in de bak, maar niet te veel. Want dit is kleine steen, kan hij gewoon omduwen. Dat is best groot voor hem. En gebruik geen potgrond als ondergrond. Want je moet gewoon speciaal, kijk. Niet dat kruimel op de kamer. En toevallig is deze video binnen, maar dat komt omdat deze neushoornkever heeft een speciale temperatuur nodig. Kijk, dit zand. En die heeft een speciale temperatuur nodig. En dat is tot 19 tot 20 graden. Het is hier 20,5, alleen dat maakt niet uit. En ze komen niet veel voor in Nederland. Dus je kan ze niet zomaar vangen. En de reptielwinkel waar ze hebben gekocht, die is hier. En wij wonen dus in Rijen en daar kun je ze ook kopen. En je kunt nu de video op pauze zetten als je het beter wil zien. Dat is de website. JurassicWorldReptielen.nl. En daar kun je dus batergamen, eigenlijk alles kopen. Batergaam, varaan, nu zelfs witbuikegeltjes. En ze hebben, neushoornkevers hebben vleugels, daar kunnen ze mee vliegen. Maar als ze gaan vliegen of net hebben gevlogen, dan zie je altijd net zoals bij mijn kever, zie je hier bij het einde van zijn rug, bij zijn lips, nee. Dan zie je vleugels uitsteken. Dat klopt niet precies, maar dat is wel als ze net hebben gevlogen, dan steken ze inderdaad vleugels uit. Maar als ze aan het vliegen zijn, dan klappen ze eerst hun schild open. Dan komen de kwetsbare vleugels en daarmee dan gaan ze vliegen. Dat is ook zo bij mij kevertje. En het is belangrijk, als je hem terug in de bak zet, dan kan het even duren voordat je ze weer ingraaft. Daar zijn ze gek op. Dus dan kun je een beetje adem weten zodat hij sneller inslaapt. Nee, doe dan maar. En niet natuurlijk inslapen, want dat betekent dat hij doodgaat. Ze hebben veel vocht nodig. Hier zie je ook een beetje druppels tegen de rand. Want je moet ze ook goed tegen de rand doen. Want als ze dan gaan kruipen in de nacht, dan hebben ze wat vocht. En dan moet je vooral in de adem doen, want daar kruipen ze in altijd in de dag. En hier komt dan lucht doorheen. En dan kruipen ze lekker in. Dus. En hier hebben ze dus veel lucht. En daar komt alle lucht doorheen en dat is heel belangrijk, want als ze geen zuurstof krijgen, dan ga je dood. Dus ja, dat. Nou, dit was onze video over de neushoornkever. Vergeet niet te liken en te abonneren. Later!